Hallo beste mensen en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, een speciale video. Een hele speciale video. Dit gaat namelijk over Sinterklaas. En ja, er is natuurlijk een hele discussie al tientallen jaren lang. Alleen de laatste 5 à 10 jaar is de discussie net veel erger geworden over Zwarte Piet. En daar hebben ze ook besloten om dus Roetveegpieten te gaan gebruiken. Op heel veel plekken. Maar nou had ik eigenlijk nog een beter idee. Om gewoon de hele discussie meteen ongedaan te kunnen maken, zodat iedereen gewoon tevreden is. Want er zijn niet heel veel mensen, er zijn wel een aantal mensen die het wel weten, hoe het in Oostenrijk gaat en in Zwitserland. Maar stel je nou voor dat we bijvoorbeeld de Zwarte Pieten gaan vervangen, niet voor Roetveegpieten, maar voor Krampussen. Krampussen, dat zijn een soort demonen, monsters. Dat ook een soort van pieten zijn eigenlijk, maar dan zijn dat monsters. En die maken kinderen een beetje bang, zodat ze een beetje discipline krijgen, weet je. Een beetje bijleren gewoon, en zo. En dan krijgen ze hun cadeautjes als ze braaf geweest zijn. Nou, een beetje hetzelfde idee wat je vroeger had met Zwarte Piet en de Roe. Alleen dan met demonen die gewoon met de zweep even die kinderen gaan slaan, totdat ze zich gedragen. En dan krijgen ze hun cadeautjes. Nou, ik vind het eigenlijk een heel goed idee. Dan is het meteen van al het racistische gelul af. Hebben we geen enkel problemen meer. Ik denk dat iedereen dan tevreden is. We gaan even kijken samen. Gaan we even naar het videootje kijken hoe het er aan toe gaat in Oostenrijk en Zwitserland met de Krampussen. Nou, daar gaan we. Daar gaan we. Nou, kijk, daar heb je ze. Hè? Daar heb je ze. Kijk, dit ziet er behoorlijk, ja, dat ziet er echt spooky uit. Maar het is wel heel wat anders dan Zwarte Piet natuurlijk. Of Roetveegpiet, maar ik vind dit wel lachen. Kijk, want ze vinden het hartstikke leuk, die mensen daar. Zie je dat? Ze vinden het hartstikke leuk, die monsters. Kijk, hup met de zweep. Hup met de zweep. Zie je dat? Ja, zie je? Kijk, dit is toch leuk, man? Ja, dit is toch hartstikke leuk. Kijk nou, dat is toch veel beter dan Zwarte Piet of Roetveegpiet? Ik vind het geweldig, ik vind het fantastisch. Kijk, daar gaan ze, de Krampussen, de Krampussen. Jee, de Krampussen. O jee. Ja, wat zijn ze nou aan het doen? Ja, een beetje dat rommelige. Oh ja, kijk, zie je? Zie je? Ze weten wel van aanpakken, ze weten van wanten. Ja. Ja, even kijken wat ze gaan doen. Zie je, de kinderen die zijn een beetje bang, maar tegelijkertijd weten ze ook wel als ik braaf ben, hè? Dan krijg ik gewoon mijn cadeautjes en zo, weet je wel. Nou, er is niks mis mee. Ik vind het eigenlijk wel goed. Ik vind het er hartstikke leuk uitzien. Ik vind het een hele verbetering op Zwarte Piet, denk ik, ja. Nou, dus dit is mijn mening. En uiteindelijk moeten jullie zelf bepalen of jullie denken dat dit ook een goede oplossing zou kunnen zijn voor het hele Zwarte Pieten verhaal. En ik denk in ieder geval dat we wel een stapje vooruit gaan. En in die zin dat iedereen tevreden is dan waarschijnlijk. Want niemand klaagt meer over racisme dan natuurlijk, hè. Oké, nog bedankt voor het kijken. En alsnog een hele fijne Sinterklaas, hè. Tot ziens, doei.